De 18-jarige Joshua Zirkzee speelt op dit moment in de spits bij Bayern München door de blessure van Robert Lewandowski. Hij vertrok al op vroege leeftijd van Feyenoord naar Duitsland, maar zijn roots die liggen ergens anders in Rotterdam, bij Spartaan 20. Ricardo Willemsen, trainer van Zirkzee in die tijd, is de grondlegger van dit succes. Ja, grondleggen, groot woord denk ik. Ja, je hebt ergens meegeholpen met zijn carrière. Hij is ergens begonnen, daarvoor heb hij nog bij Hekelingen gespeeld. Als echt F-pupilletje. Toen is hij naar Spartaan gekomen. En hij heeft uiteindelijk wel geleerd. En ik denk dat hij dat deze wel mee heeft genomen in zijn hele ontwikkeling nu als voetballer. Want over welke leeftijd praten we dan? En wanneer kwam hij hier? Hij is gekomen als eerste jaar E. En dat is dan nu als onder de 10 speler. En heeft hier 3 jaar gespeeld. En dan 2 jaar bij mij, zeg maar, in de onder de 11-1, want dat hadden we dan zeg maar op dat moment. Zirkzee speelt met zijn 8-jarig in de jeugdelftallen van Oranje. En Martijn Reuser, onder andere oudspeler van Ajax, die traint hem daar. Hij heeft Zirkzee vaak onder zijn hoede en is dan ook niet verrast over zijn goede prestaties. Ja, aan de ene kant is het opeens heel snel gegaan. Aan de andere kant ben ik ook niet verbaasd, omdat ik heb hem de afgelopen jaren vaak gezien bij de nationale elftallen onder 15, onder 16, bij ADO Den Haag, waar ik ook werkzaam was. En nu weer bij de onder 19, ja, hij heeft een ongelooflijke mooie kwaliteit, vooral in aanvallen. En dat wordt dus nu ook al op deze leeftijd gewaardeerd door Bayern München. En dat is natuurlijk hartstikke knap. En ik weet niet of je het allemaal nog weet, zo weer een tijdje geleden. Maar wat was hij voor jongen? Wat was hij voor voetballer? Joshua had een beetje twee gezichten. Je had de voetballer en het jongetje buiten het voetbal. En als ik dan over de voetballer praat, ja, dan hadden we een zeer talentvolle jongen. Toch wel een bepaalde houding al. Wat ik niet altijd even leuk vond, want ik vind gewoon gedragen je normaal. En niet een houding van vervelend, maar meer een soort arrogante houding. Van het scoren en dan niet juichen, omdat hij dacht van ja, voor mij is dat heel normaal. Buiten het veld ja, was het gewoon een superleuke jongen, sociale jongen die... Gewoon hartstikke leuk omging met zijn teammaten en met de trainers. Net zoals veel jongens in die leeftijd waren de wisselen in moed nogal verschillend. Hè? Dus denk even aan puberteit. Dus hij kon het niet altijd opbrengen. Maar je ziet zeker dat hij in de afgelopen anderhalf jaar daar een stap in heeft gemaakt in volwassenheid. En dat is ook iets wat heel normaal is. Dus hoe moet ik een prof zijn? Hoe moet ik me opstellen tegenover andere jongens? Nou, daar heeft hij mega stap in gemaakt. En dat is hartstikke mooi om daarin te zien groeien. Heb jij op dit moment nog veel contact met hem? Ja, af en toe is over de app. En als ik dan iets weer langs zie komen, dan stuur ik hem even wat. En natuurlijk als we dan hier op Zeist zijn, dan is het dat soort contact. Maar ja, we gaan hem ook niet elke dag bellen, toch? Hem spreek ik niet zo vaak. Of eigenlijk niet, moet ik eerlijk zijn. Logisch, hij is natuurlijk gewoon in zijn eigen wereld. Maar zijn vader heb ik echt heel veel contact mee. Ook toen hij tekende bij Bayern München kreeg ik gelijk een appie en een foto erbij dat hij tekende. En zo door het jaar heen, als hij debuteerde of wat dan ook, dan kregen we gelijk weer een appie of een foto. Dus die contacten en die heb ik nog meerdere ouders. We hebben nog het shirtje toen hij bij ons onder de 11 speelde. En ik heb toen met zijn vader afgesproken, als hij debuteert bij Bayern München, dan krijg ik zijn shirt. Nou, dat heeft hij zijn woord gehouden. Ja, het is echt wel heel grappig. Dit is het shirt eigenlijk waar hij in speelde. En jongens als ook Cheryl Floranus heeft in dit shirt gespeeld en Mo Elankouri, en die gaan hem ook krijgen. Lewandowski is nu geblesseerd, daardoor speelt hij. Maar Bayern München heeft ook laten weten dat ze eigenlijk een andere spits willen aantrekken voor achter Lewandowski. Wat is dan verstandig voor Zirkzee? Is het dan verstandig om te blijven? Is het verstandig om een stapje terug te doen, zodat hij veel minuten kan maken? Hoe denk jij daarover? Nou kijk, hij is zich nu aan het etaleren. Hij is zich nu aan het laten zien naar Bayern. En misschien hoeven ze niet diep in de buidel te tasten. En hoop ik natuurlijk voor Joshua. Maar ook voor het Nederlands voetbal. Dat hij daar de eerste spits gaat worden. Dus het zou mooi zijn als hij misschien na of achter Lewandowski nog zijn minuten kan maken. En ik vind nu dat hij in de minuten die hij nu heeft laten zien, het gewoon hartstikke goed doet. Dus laat hem even nu genieten. En laat hem nu de ervaring opdoen dat hij weet dat hij op dat niveau goed kan acteren.